Dit is wat mij betreft het meest ideale gebied om te gaan bouwen. Deze plains biome zit vol met gaten. Dus de kans is ontzettend aanwezig dat hier zometeen heel veel zombies spawnen. When you die, but your cats still wanna meow at you at 3 a.m. for food. En dan zie je gewoon een plaatje met drie katten die het Ouija board spel aan het spelen zijn. Er is een grot hier al. Er zijn mensen die er helemaal geen tijd en moeite in stopen om... Stopen? Zeg ik dat nou serieus? Oh mijn god, dat is echt heel slecht. Dat is zo slecht Nederlands. 3 hours later. Zijn de bricks een klein beetje klaar? Ja. Maar goed, ja. Ik smelt heel veel in dit spel. Dus, je zult waarschijnlijk heel veel minen zien in deze game. Nee, dat zal wel meevallen. Voor deze serie ben ik niet enigszins van plan om alles wat ik doe in dit spel te filmen. Voornamelijk omdat het minen vooral heel erg saai is en niet interessant om te kijken. Heel veel mensen die doen er op zich wel wat leuks mee zo nu en dan. Zoals gewoon het mine gedeelte eruit knippen en zo. Maar ik wil op zich niet... Ik wil daarentegen weer niet alles wat ik doe in het spel eruit knippen. En dat vind ik dan ook weer zo lastig. Als ik dat doe, dan kan ik net zo goed gewoon een hele aflevering weglaten in de serie. En die en dan gewoon, weet je wel, het een en het ander laten zien van wat ik allemaal heb gedaan in de tussentijd. Dat ik dit spel gewoon behind the scene aan het spelen ben. Want mensen weten dit misschien niet, maar ik speel dit spel best wel regelmatig achter de schermen. En dit is een van de eerste momenten dat ik dood ben. Oké, juist, ja, dat is fijn. Ik spawn ergens midden in een freaking bos. En ik heb daar al mijn oude hutje. Nou, meestal als ik mijn hutje weet terug te vinden, dan weet ik mijn huis waarschijnlijk ook wel weer terug te vinden. Want dit was het oude vertrouwde hutje dat ik had. Voordat ik uiteindelijk ging verkassen op de plains biome. En die is daar. En ik zie mijn huis daar al in de verte. Dat is het voordeel van het hebben van een hoge render distance. Het helpt niet echt heel veel wonders voor mijn framerate. Maar Optifine is voor zover ik weet nog niet aanwezig voor 1.15.1. De versie waar ik op dit moment op aan het spelen ben. Dus ja, ik moet het voorlopig gewoon even doen met wat ik momenteel heb. En dat is niet zo heel veel. Het is niet slecht, het is nog steeds speelbaar. Maar nog steeds best wel heel erg noticeable en niet heel chill. Wil ik naar beneden gaan zonder een beetje een degelijk zwaard? Nee. Dus ik ga heel even een beetje een goed zwaard maken. Ik heb ook gewoon echt al mijn sticks opgemaakt. Waar heb ik al die sticks op? Nou ja, het zal wel. Het zal wel. Hoppakee, zwaard. En dan gaan we weer terug naar beneden. En dan gaan we even de spot terug zien te vinden waar ik dood ben gegaan. 3 days later. En ik heb het gevonden hoor. Het is hier. Het is allemaal hier. Nou ja, niet allemaal hier. Want ik ben een aardig stukje van mijn XP kwijt. Maar voor de rest heb ik... Alles? Nee, dit is niet alles toch? Dit kan niet alles zijn. Ik had zoveel meer. Is dat allemaal vernietigd door die creeper... Oh, dat zou echt super dupertje naar zijn. Of dit is echt alles wat ik had. Maar dat lijkt me heel sterk. Oké, ja, dit begin ik bijna te klinken als Jochem Meijer. Dat is niet helemaal waar, want als ik als Jochem Meijer, dan zou ik... als ik zou klinken als Jochem Meijer, dan zou ik dit doen. Heel. Weinig. Dat moet ik vooral even niet doen. Want dat vindt mijn keel niet zo heel leuk. En dat vindt mijn leven niet zo heel leuk. Waar is die skeleton? Waar is dat beest? Daar is dat beest. Waar is dat beestje? Oké. Sorry, ik ben een beetje in een melig buitje vandaag. Het is oud en nieuw. Dus ja. Het is oud en nieuw terwijl ik dit opneem in ieder geval. Gelukkig nieuwjaar trouwens. Ik bedenk me net dat ik gelukkig nieuwjaar nog totaal niet gezegd in deze video. Dat is niet zo heel erg... Goed, lekker bezig Phoenix, lekker bezig. Oh man. In ieder geval, mijn pickaxe is ook alweer bijna kapot. Dus de kans is vrij aanwezig dat ik zometeen weer gewoon terug naar boven moet. Ik wil eigenlijk... Wauw. Ik wou net eventjes een klein beetje steen hakken. Boom.
kapot, pickaxe. Hartstikke mooi. Nou, ik denk dat dat mijn cue is. Ik denk dat het tijd is dat ik gewoon weer terug naar boven ga. Als ik überhaupt de weg terug naar boven kan vinden. Want, ja, ik heb weer mijn... Het is weer zover. Ik heb al mijn torches overal neergezet. En ik heb geen idee waar de fuck ik uitkwam. En dit was echt een heel slecht idee. Dit was echt zo'n slecht plan. Oké, ik ga de weg terug naar huis proberen te vinden, jongens. The next day. Dat was een beetje een heel erg uitputtende zoektocht. Maar goed, ik ben blij dat ik het uiteindelijk gevonden heb. En dat ik wat iron heb om te smelten met wat kool die ik bij elkaar heb verzameld. Dus ik ga dat niet met hout doen. Dat lijkt me niet zo heel erg verstandig. Waarom heb ik nog steeds allemaal steen bij me? Ik heb geen flauw idee. Ik zie overigens alweer dat de opnames een tikkeltje aan de lange kant zijn. Dus weet je wat? Ik ga het hierbij laten voor deze aflevering. Ik ben een keer dood gegaan. Dat is natuurlijk hartstikke, hartstikke mooi. Weet je wat we gewoon even gaan doen? Lijkt mij wel even leuk om dat eens bij te houden. Hoe vaak ik dood ga gedurende deze serie. Want waarschijnlijk zou dat best wel heel wat keren worden. Editor, mag ik een death counter? Dankjewel. En daarmee kunnen wij deze aflevering heel mooi afsluiten, denk ik. We gaan de volgende aflevering absoluut, ik beloof het, verder met dit huisje te bouwen. Want dat moet op een gegeven moment echt een keer klaar zijn. Hoewel ik me afvraag of dat het huis überhaupt ooit af zou komen. Want zoals ik al zei, ik hou er nogal van om er nogal wat aanpassingen aan toe te brengen. Maar goed, dat gezegd te hebben, voor nu is het wel even goed zo. We gaan de volgende aflevering gewoon even een dak erop bouwen. En hoogstwaarschijnlijk een opslagruimte maken voor de shit die ik momenteel bij elkaar verzameld heb. Want ik heb er veel. Voordat er nog veel meer fantastische avonturen in Star Valley. Abonneer je op mijn YouTube kanaal en klik op de notificatiebel. Zodat je absoluut op de hoogte blijft van elke nieuwe video die ik zou gaan uploaden. Dat gezegd te hebben, ik hoop dat je nog een prettige dag hebt verder. En ik zie je graag terug bij de volgende. Dit is Phoenix Star. Take care and stay awesome.